Hij reageerde toen met de opmerking, ja, maar die vrouwen, dat zijn toch helemaal geen echte filosofen? En ik denk dat deze man met zijn antwoord onbedoeld eigenlijk precies uitlegde waarom ik deze serie maak. In a new and unusual philosophy, which would seem to strike at the very roots of our society. The fountainhead of this philosophy is a novelist, Ayn Rand. Dus ik had ook helemaal nog niet echt verstand van blank of zwart. Maar dat openbaarde zich heel langzaam in mijn wereld. Daarom heb ik ook geschreven van, was Toni Morrison met mijn moeder geweest, dan had ze misschien een beetje in kunnen wijden van hoe dat nou allemaal zou gaan. Maatschappelijke veranderingen op het vlak van seksengelijkheid gaan tergend langzaam. Dat vond de Beauvoir ook. Dit is voor de vrouw die niet vies is. Dit is voor de vrouw die niet vies is. Is het nodig te tonen waar we ons tegen afzetten? We zijn toch context en kader. Ik fluister de liefdeswoorden in zijn oor. Ik wil je, o maat van mijn ziel. Ik wil je, o levengevende boezem. Ik wil je, o krankzinnige minnaar.